Wat is het muziekje dan? Nee. Deze. Magic. Oké. Okay. Landgenootje, op 9 mei 2017 ging Cinco Bansma een black bass van 50,5 centimeter. Dat was de grootste van de dag. Vandaag draagt hij met trots onze Bass King kroon, die hij gisteren in het water laten flikkeren en half kapot is gegaan. We gaan al van me. Kijk. Nou, dag 3. Once again. Dit is weer. Yeah. Ja, voor de prop. Ga ik voor de Sammy. Ja, overal zijn haken. Ik hoop je echt dat een van de eerste worpen meteen al. Ja. Wow. Zo dus. Dat is een grote vis, hé. Snoek. Oké. Pike voor Wat staat er nu? Sorry? Nou, weet ik niet. Ah, mooie vis. Kijk, op de Sammy. Wat staat er nu? Ja, doe maar. Oh. Hey. God, die arm is hard, jongen. Niet normaal. Gaat ie weer, jongens. Snoekske. Bye bye. That keeps your heart pumping. Strak over de plantenvissen, jongen. Net erboven. We hopen dat er eentje tussen zit. Die naar boven schiet. Let's see. Ja, hangen. Oeh. Mooie vis. Komt ie aan. Oh, niet de klonten. Wow, yes. Yeah, baby. Wat een ding, hè. Heel mooi. Heel, heel mooi. Laten we zwemmen. Bye, bye. Bah. Zit in je kroon. Die lusten hem wel. Heerlijk. Supermooi. Cinco. Ja. Huh? Wat is dit dan? Waarom deze? Ik wilde eigenlijk gaan, want het was echt helemaal dood. Tim zegt, ik gooi nog even 3 keer in. Dus ik denk, ik gooi ook nog even 1 keer in. Die plantje hiernaast. Donder een bal bij. Bam! Ah, oh, mooi hoor. Ik denk dat hij maar daar zit. Hier! Oeh, grote vis. Oh, dat is een dikke jongen. Komt ja. Dat springt niet echt, hè? Ik zei letterlijk net, daar ligt hij nu. En ik tik hem binnen, jongen. Bad. Nou, Daniel, deze is veel, jongen. Spinnerbait van Savage Gear. Dit is het hoekje waar we 2 dagen geleden een hele grote black bass misten. Gooi net even net een hoekje wat er net iets voorbij ligt. En deze buffel die beukt er echt volle bak op. Kijk, je ziet hier trouwens een staart. Dit komt van het nest bewaken. Van op het nest liggen, zou ik het zo zeggen. Komt ie. Ja, lekker! Heeft je toch maar gevangen vandaag. Sla. Dus eens wat wij krijgen aan eten per dag. Ja, dus is alles. En een Huesitas Original. Met chocola. Is niet een beetje top of the time of zo eigenlijk. Ja, wel. En ze zijn wel vrij hoog in de groene. Jo, vis. Oeh, mooie. Oh, niet in de plantjes. Oh, die ding is echt sterk, jongens. Oh, kom. Oh, wat een dikke weer, hoor. Jezus. Zo. Een dikketje dit. Weer om op de spinnenbeet. Het is echt een manier om deze vakantie met de vissen te pakken te krijgen. Wit doet het toch wel erg goed. Ik ga hem netjes onthaken en dan mag je weer terug. Mooi, man. Ha. Zo. Hoppa. Bye, bye.
Oh, het is weer een... Tuurlijk man, dat is dat snoek, dat weet je toch? Oh, ja. Godverdikke man. Geef het van elkaar, jongen. Ga je moeder verrekt vervelen. Oei, oei, oei. Leuk. Het heet er grappig. Nou jongens, er ligt gewoon in de hele wijde omtrek zit er gewoon één steenhoop. En ik gooi hem er echt precies in. Gewoon echt in die hoop. Muurvast. Ja, hoe gaan we dit doen? Man, 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 man. Dat is ook echt de laatste witte spinnenbeet ik echt. Ik hoor hem. Komt hij dan? Oh, hij zit echt precies in het topje vast. Hey. Overal zijn schapen, jongens. We gaan de shepherd wel weer terug achter je. We trekken die foto en die heel prettig. Oké, jongens, Cinco heeft de samenvatting van de dag. En twee, zeg maar. Ik heb er één. Hangen, hangen. Ik heb er één. Kut, binnenbed weg. Kut, binnenbed weg. Kut, spinnenbeet weg. Oh, jongens, het was wel een beetje een rare dag. Cinco kreeg me niet te pakken. Ja, twee snoekjes van 30. Ik hoop dat moorden omgedraaid zijn. Volgens mij mag ik de kroon draaien. Ja. Hij ligt daar, pak hem, pak hem. Dit is een kroon. Nou, voor deze komt dat... Ik vind het niet echt een kroon meer, hoor. Kijk, alsjeblieft. Lekker eten, lekker slapen. Morgen een nieuwe dag. Later. Ja.